kunnen we dat eten leren. Dat eten begeleiden bij kinderen op een ontspannen manier. En op een manier die eigenlijk een beetje passend is bij hoe dat we het zelf willen in het gezin. Ja. Als we eventjes achterover leunen, dan merken we dat er eigenlijk heel wat druk rond gezinnen zit om te eten. Hè. Er wordt bijna bepaald, wat ga je eten, met wie ga je eten, op welk moment ga je eten. Hè. Van, er wordt heel veel aandacht besteed aan de voedingsmiddelen op zich. We zijn in een maatschappij waar eten en het bord heel belangrijk zijn. Hè. En als we niet oppassen, ruisloos worden we eigenlijk wat meegesleept in een soort kramp rond het eten. Dat we heel hard gaan focussen op wat eten we, wat eten onze kinderen en eten ze wel genoeg? Waar het druk komt van familieleden, van oma's, hebben ze wel genoeg gegeten? Ja. En mogelijk voelen we ons daar eigenlijk niet zo goed bij. Ja. Van, mogelijk als ouder heb je het gevoel van ik wil daar ook niet te veel aandacht aan besteden. En toch wil ik er op tijd bij zijn.